een belangrijke wedstrijd is. Dat is duidelijk, hè, voor het team, voor alle spelers, hè, voor Ajax, voor het Nederlands voetbal. Hè. Ja, is op de deur in trappen. Woensdagavond, 9 uur, Ajax tegen Apoel Nicosia. En dan zal na 90 minuten of misschien iets langer duidelijk worden of Ajax mee gaat spelen in het miljoenenbal. Nou is het natuurlijk geen financiële kwestie. Ajax zit er warmpjes bij. Ja, geld het gaat zat vooral hier. Om de sportieve, het sportieve aspect. Riepke Bakker, ja. Eerste vraag voor jou is, moet Ajax vrezen voor de Cyprioten? Nou, ja, dit is geen superploeg, maar het is wel gewoon een vervelende uitslag. 0-0 uitspelen. Ja. Dan komt elke goal hier, tegen goal hier in de arena extra hard aan. Dus het is gewoon vervelend. Als je 1-0 achterkomt, moet je er gelijk 2 maken. En ze gaan natuurlijk niet voetballen op die counter loeren. Dus het kan een vervelend potje worden. Het is een hele puzzel, hè, voor morgen, omdat je er veel mist. Geschorsten. Nee. Doe je niet erbij. Geen puzzel? Nee. Ik dacht, want je gaat geen namen noemen of Promes fit is die fit? Promes is fit, ja. Erik ten Hag, die kreeg de vraag, ben je aan het puzzelen? En ja. We hebben het niet over een uit de hand gelopen hobby. Het is geen ettegroei. Het zijn geen 500 stukjes op vakantie. Nee, het zijn maar 11 spelers. Maar ja, welke 11 moet hij erop gaan stellen en in welke vorm vooral? Ja, nou, ik vind het wel een puzzel. Ja. Nee, als je de 2 moet noemen, zeg ik, nou, Onana staat morgen op doel en Tagliafico staat linksback. En verder, ik zou het niet weten, want het middenveld van vorig jaar is weg. Hè? Frenkie de Jong is weg, Lasse Schöne is weg, ja. Donny van der Beek is geblesseerd. Mazraoui, die er af en toe speelt, is geschorst. Dus ja. Wie gaan er op het middenveld spelen? Achterin is het puzzelen wel of geen Daley Blind. Hij heeft deze week zelfs getraind met Martinez. Nu verdedigend speelt op het middenveld erbij, zou een optie ja. Kunnen zijn. Wie gaat er verder op het middenveld spelen? Want Marien is erbij gekomen, maar die ja. Draait ook nog niet. Nee, Promes is wel weer fit, kan gaan spelen. Maar ja, waar moet hij gaan spelen? Er zijn heel veel vragen eigenlijk. Er is ook nog één vraag die we echt moeten bespreken. En dat is, ik ga even kijken of die achter ons staat. Klaas-Jan Huntelaar. Ja, zeg het maar, moet hij starten? Ja, ik zie hem even. Hij is wel fit hoor. Hij is zeker ik moet hem even zoeken. We gaan hem zoeken. Nee, dat is, als je hem moet noemen, de man in vorm dit seizoen. Ik weet niet of je het gezien hebt, hoeveel nee, er ongeveer. Nee. Nou ja, hij speelt niet heel veel. Nee, dat is het bizarre eraan. Hij speelt niet heel veel, maar hij scoort wel veel. Sterker nog, gemiddeld gezien heeft hij dit seizoen 34 minuutjes nodig om een doelpunt te maken. Dus ja. Nou ja, Sted Huntelaar in de spits en hij maakt er 3 tegen Apoel wel. Waarom hij hier nog is, hè, ondanks zijn leeftijd en dat het ook geen belemmering is. En dat hij ontzettend gretig is, nog steeds op die leeftijd, en dat hij een voorbeeld is. Maar met name, en daarvoor staat hij het gif en de doelpunten die hij brengt. En zou je dan Hakim op nummer 10 zetten bijvoorbeeld? Of? Ja, of Tadić. Ja, er moet daar iets gebeuren op dat middenveld, ja. Want Van der Beek is weg. Ja, dan Tadić of een Ziyech. Nou ja, Neres heeft vorig seizoen zelfs af en toe gespeeld. Dus je gaat wel veel aanvallen, veel ballen in de 16 krijgen. Ja, dan is er eentje dodelijk. En het is eigenlijk op dit moment ook de enige spits die Ajax heeft. Want Dolberg, ja. Die is nog niet weg, maar die zit niet bij de selectie. Nee. Zou je zeggen, probeer het gewoon met Huntelaar. Okay. Hoe belangrijk is het, voordat wij gaan afsluiten, hoe belangrijk is het voor Ajax? Want dat was een van de eerste vragen aan de coach. Ja. Is het seizoen mislukt als jullie geen Champions League halen? Toen was zijn antwoord natuurlijk, nee, dan is het niet mislukt. Nee. Nou ja, in theorie kan je natuurlijk kampioen worden, de beker winnen en de Europa League winnen. Ik denk dat dan niemand een traantje laat in Amsterdam. Maar het gaat natuurlijk om heel veel. Het gaat om 40 miljoen, maar dat boeit helemaal niemand. Want geld hebben ze zat in Amsterdam. Nee, het gaat om de prestige. Ajax wilde weer een grote club worden, was vorig jaar een grote club in Europa en nu is het zaak om daar te blijven. Ja, je ziet het vaak bij zo'n opkomst dat het weer heel snel in elkaar dondert. Ajax wil aan de top blijven of in ieder geval daar komen. Ja. Ja, dan is het heel belangrijk dat je gewoon weer Champions League speelt. Okay, dankjewel Riepke. U bedankt voor het kijken, dames en heren. Het gaat enorm spannend worden. Het wordt sowieso een hartstikke mooie Europese voetbalweek. Want laten we vooral PSV, AZ en Feyenoord niet vergeten. Ook nog, ja. Dankjewel, dames en heren. Dag.